meer met het karretje komen en dat moet hij niet doen, want het karretje is juist dat aantrekkelijk is. Komt hij met een auto met een trekker. En dat moet hij niet doen. Dat karretje moet hij blijven behouden. Die kokosverkoper daar aan de commissaris Wijtingweg, die Hollander rijdt langs en hij zegt: goh, kokos, net uit de boom. Oh, vers, verse kokosnoten, want in Holland hebben ze verse sinaasappels. Maar die komen uit Italië en Spanje. Hoe zijn ze vers? Die van ons zijn vers, we plukken ze direct uit de boom. Wat ik daarmee wil zeggen, is dat de kleine man ook gaat genieten. Dat de economie van Suriname gaat opgebouwd worden door deze deal. Als we het gezamenlijk uitvoeren. We moeten meer toeristische orde gaan creëren. Onze toeristenorde zijn een beetje te klein. Heb ik gelijk, Arjan? Ja, daar moeten we aan gaan werken. Ik denk dat TUI zelfs gaat investeren in Suriname. Dus laten we de vrees die we hebben, laten we dat weghalen. Wij kunnen ook onderhandelen. Ik heb laatst gezegd, toen SLM vertraagd was, grote letters. Ik heb die journalisten en ik zeg het gewoon, ik twijfel die even. SLM is met een soort tarief begonnen, een, hoe noemden we het? Private tarief. We zijn daarmee begonnen in een van die vorige maanden of zo, die zijn. Eén commotie, tot bij de minister, tot bij de president. SLM discrimineert. SLM heeft een paar agenten private vers gegeven. KLM heeft het sinds augustus vorig jaar. Nooit heeft een agent daartegen geprotesteerd. Waarom niet? Vult u het maar zelf in. Wij, deze overeenkomst met TUI, kan ik u verzekeren, gaat Suriname heel goed doen. Zelfs de kleine man, het is niet alleen voor Torarica, niet alleen meneer Bouke gaat veel verdienen. Ook die schaafijsverkoper gaat verdienen. Ook die kokosnootverkoper gaat verdienen. We gaan ze naar de markt brengen, de centrale markt. Daar gaan ze ook. Als ze bepaalde vruchtensoorten zien, gaan ze zeggen: goh, wat is dat? Ja? Ik zal u een anekdote geven. Een keer kwam ik op Schiphol aan. En een doos was kapot gegaan, Suriname vlucht. En dan zag je awara, knippa, noem maar op, allerlei Surinaamse vruchten zag je. En ik dacht: jezus jongen, meisje, wat is dit? Ik word van die Hollanders. Rob, waar wordt schaam je? Exotische fruit, joh. We pakken het. Nou. Dus dat zal de samenwerking met TUI zijn. En we gaan het maken. SLM heeft als thema dit jaar, als slogan, let's go for it. Roberto, ja. Je zit hier toch? Dat is zo toch? Ja. Daarom, ik ga het niet te lang maken. Mijn mensen weten het. Ik kijk naar bepaalde van mijn medewerkers die denken, Rob, stop nou. Ja, eentje is bang zelfs wanneer we samen vergaderen en ze zit naast me. Heb ik gezegd, maar als je vindt dat ik te lang praat, geef me een schop hoor. Jij. Dan zeg je, waarom schop je me? Dus ik zou zeggen, heb vertrouwen in deze zaak. Ondersteun ons. Waar we fout gaan, trek ons aan ons. Ik draag normaal geen jasje, dat weet u van mij, maar trek me aan mijn hemdsmouw. Van de regering vraag ik ondersteuning. Wij hebben alle, laten we zeggen, medewerking van de regering. Wij zijn, iemand heeft me een keer gevraagd van waarom moet men met SLM reizen? Weet u waarom je met SLM moet reizen? SLM is van ons. SLM is van Suriname. SLM is niet van mij. SLM is niet minister van OV of minister van AI of de president. SLM is van het land. 100% aandelen van de SLM zijn in handen van de staat. En wie is de staat? De staat zijn wij. Dus SLM is van ons. En ik weet dat SLM niet altijd dat product levert dat men van ons verlangt. Maar we werken eraan. U kunt van mij op aan, onder mijn leiding, op dit moment zijn we bezig met de SLM.
Flight Entertainment is niet zo best. Per 1 april, als alles goed loopt, krijgen we een prachtig Flight Entertainment. De beste van de wereld. Dat door British Airways wordt gebruikt, dat door Virgin Atlantic wordt gebruikt. Ja? Dus ondersteun u ons. De regering vraagt waar we fout gaan, zeg het aan ons, minister Welzijn. Trek me aan mijn jasje. En zeg, directeur, waarmee bent u bezig? Als u vindt dat er iets met TUI misgaat, trek het Ariane aan zijn jasje. Laten we het samen doen, laten we samenwerken aan de opbouw van land en volk van Suriname. Daarmee wil ik eindigen. Ik dank u.